Haaglander Voetbal aan tafel. In deze aflevering gaan we uitgebreid praten over het sportpark Prinses Irene in Rijswijk. En we hebben gasten aan tafel. Hans Lammerting, een van de initiatiefnemers. Aad de Mos, bekend natuurlijk uit de voetballerij. Man die ook zijn spoor heeft verdiend in het sportpark Irene. Tegenwoordig ambassadeur. En Aad Molenkamp. Hij is de man die met de jeugd aan de slag gaat bij de nieuwe club RVC Seleritas. Dat alles dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het doet goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen, geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. De club is het partycentrum met maandelijks terugkerende feesten. De locatie voor al uw evenementen. Tot ziens bij Sir Winston Club, boven Grand Café De Halve Maan in Rijswijk. Vanuit de Sir Winston Leisure Center, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglander Voetbal aan tafel. In deze aflevering gaan we uitgebreid praten over het sportpark Prinses Irene aan de Schaapweg in Rijswijk. Want ja, dat krijgt allemaal nieuwe bespelers. We hebben gasten aan tafel, namelijk Hans Lammerting. Hans is een van de initiatiefnemers van dat nieuwe sportpark. Aad de Mos, tegenwoordig ambassadeur van het sportpark Irene. Een man ook die in het verleden grote successen heeft behaald daar. En Aad Molenkamp. Hij gaat de jeugd begeleiden. Deed dat vroeger al bij Haaglandia, RVC daarvoor. En nu dadelijk bij de nieuwe club RVC Seleritas. Heren, hartelijk welkom. Ja, Hans, ik zei het al, sportpark Irene. Op een gegeven ogenblik speelde daar ooit Haaglandia. Haaglandia verdween. En dan gebeurt er eigenlijk een jaar, anderhalf jaar helemaal niks. En dan rij je daar regelmatig langs over die Schaapweg. En dan zie je dat eigenlijk met de week verpauperen. Ja, heel triest. Heel droevig. En we hebben er enige maanden, maar een jaar, anderhalf jaar naar gekeken. En in eerste instantie nooit het idee gehad om daar zelf nog eens een keer ook iets te kunnen betekenen. Maar ja, in de loop der maanden kwam je er, eigenlijk werd je ermee geconfronteerd en riepen ook mensen van joh, is het niet zo dat we daar wat zouden kunnen beginnen. Daar heb ik zelf in het verleden bij verschillende clubs gezeten. En ik vond eigenlijk dat ze het bestuurlijk altijd niet zo tactisch deden. Want als ondernemer heb je daar altijd toch wat andere ideeën over. Toen dacht ik, ach, waarom niet? Dus ik heb de curator ooit benaderd. Ik denk, dat ligt daar zo lang. Lijkt daar eens gaan praten. En door het praten bleek het uiteindelijk toch werkelijkheid te worden. En wij waren het op een gegeven moment gauw eens met elkaar. Ja, nou, want er was natuurlijk allerlei geruchten deden de ronde van gigantische bedragen werden er ook werden er dan genoemd. Maar ik denk op het moment dat jij je meldt bij zo'n curator, dat hij dan dat wel een prettig geluid vindt. Ja, dat vond hij zeker. Het was een zij trouwens. Oké. Okay. En wist zelf eigenlijk niet wat ze daarmee aan moesten. En ik daardoor eigenlijk met de curator eerst gesproken te hebben, de gemeente benaderd heb, want ook de gemeente moest daar zijn toestemming in gaan geven. En toen hebben we daar een plan neergezet. En dat heet eigenlijk STIP. En daar hebben we onze wensen eigenlijk op papier gezet. Ik ga er daar verder over je praten, want je zegt het allemaal heel erg kort en snel van. We hebben even met de gemeente gesproken en de zaak begon. Zo snel gaat het allemaal niet. Ik ga even naar de andere kant van de tafel. Aad, het sportpark Irene.
Daar heb jij natuurlijk zelf ook prachtige herinneringen aan. Ja, geweldig. Ik ging weg bij ADO en dat kan ik me nog goed herinneren. Het was voor mij een enorme omslag. Ik moest in plaats van rechtsaf op de Moerweg over de Troelsterkade door de beelden naar mijn grote liefde ADO kon niet meer. Ik ging naar RBC. Ik kan je vertellen, daar had ik moeite mee. De eerste dag toen ik door Overvoorde kwam ik op de Schaapweg bij Prinses Irene Sportpark. Ik moet je zeggen, vanaf dag 1 is dat een succes geworden. Ik ben daar terechtgekomen in een warm bad met geweldige bestuursleden, met Strik, Hartnak, Mangemans. Maar ook met geweldige voetballers. Karel Schuurman was mijn held. En van vele Hagenezen was dat de held. En ik mocht daar als 19-jarige jongen samen mee spelen. We hebben daar vreselijk veel successen gehad. En elke keer, dat moet ik Hans beamen, als ik in Den Haag ben, en ik kom nog regelmatig in Den Haag, als ik dan langs dat sportpark Prinses Irene reed, dan ging mijn hart weer open. Dan keek ik naar dat scorebord, dan keek ik naar die tribune die er nog was. Wat een wedstrijd hebben we daar niet gespeeld. En voor zoveel toeschouwers. Het was een grote eer dat de leiding toen bij ADO, Herman Chauffeur en Hartman, die zeiden tegen Koos van Dullemen, tegen Karel Schuurman, tegen Koklavan en tegen Aten Mossel het volgende. Dat zijn historische woorden die ik nog steeds hoor. Die zei, ga je naar profclub RVC? Nou, ik ben zo blij als een klein kind dat het nu RVC Celeritas gaat worden. En ik ben goed geïnformeerd door Hans Lammertink. Ik ben goed geïnformeerd door Harry Ballenmaker en ook door de wethouder en heel Rijswijk. Ik ben er niet zomaar ingestapt als ambassadeur. Ik vind het een grote eer en ik zal me volledig inzetten als ambassadeur voor de stichting die het fantastisch doet. En dat moet een succes gaan worden. We gaan dan met jou verder praten. Ga even naar Aad Molenkamp. Aad, ja, jij komt ook weer terug op bekend terrein. Je hebt nu jarenlang jeugd begeleid, vroeger bij Rijswijk, maar ook bij Haaglandia. Ploeg met uitstekende jeugd in die tijd. Je hebt even een stapje gemaakt naar Sempoldenzaal, maar nu weer terug op bekend terrein. Ja, en dan ga je ook weer aan de slag met de jeugd. Ja, ik zie het als een enorme uitdaging. Het is inderdaad, anderhalf jaar is er helemaal niets meer gebeurd. Het is een enorm mooie locatie met alle faciliteiten. En ja, het wordt de hoogste tijd dat daar weer iets moois gaat ontstaan. En daar wil ik heel graag mijn steentje aan bijdragen. Ja, destijds had nu RFC best wel, of Haaglandia, aardig wat jeugd. Nou, heel wat jeugd is er dus uitgewaaid naar allerlei andere clubs. Maar dat is toch een vrij grote categorie die eigenlijk nooit meer aan dat voetballen toe is gekomen. Dat is een mooie groep om die weer eens naar het sportpark te krijgen. Ja, nou ja, je begint eigenlijk bij bijna nul. RFC Celeritas heeft nu één J-17 elftal. We zijn al een tijdje enorm actief om leden te werven. Met Koningsdag stond er een stand in de strijp. Daar zijn behoorlijk wat inschrijvingen op gekomen. En ja, eigenlijk merk je dagelijks wel dat er nieuwe leden komen. 30 juni gaan we een open dag organiseren waar nog heel veel publiciteit aan gegeven gaat worden. Dan praat je vooral over jeugd die nu nog niet actief is bij een voetbalclub. Want, ja. Op dat tijdstip is de overschrijdingsperiode al voorbij. Ja, nou ja, ik denk dat er een heleboel jongens en ook meisjes zijn in de regio die nog niet aan de club gebonden zijn. En door de goede publiciteit en ja, als je iets goeds kunt bieden, dan trek je ze wel over de streep. Ja, nou, wat dat betreft is er genoeg jeugd nog in Rijswijk. Hè. Er wordt ook iets verderop dan nog volop gebouwd. Dus ja, wat dat betreft. Die jeugd zoeken ook een voetbalplek. Ja, ze zijn van harte welkom bij RFC Celeritas. Ja, voor jou is het natuurlijk ook wel leuk, want je komt weer terug op het. Ja, alles is bekend. Elke steen is bekend daar natuurlijk. Ja, ik heb er een aantal jaar rondgelopen. Ik ben begonnen als hele kleine jongen bij RVV Rijswijk. Ja. Zeg maar de groen-zwarte, niet de rood-zwarte. Ja. Ja, destijds had je daar nog 7 voetbalverenigingen. En ja, ik denk dat het gewoon nu tijd is dat er één hele mooie voetbalvereniging gaat komen. Voor terug gaat komen, zeker. Absoluut. Hans, we hebben het net even over gehad, dat idee, hè? Bij de curator kwam je dan langs. En op een gegeven moment, ja, dan kom je natuurlijk ook bij de gemeente terecht. Hoe waren de eerste reacties bij de gemeente? Ik moet zeggen, dat werd heel positief ontvangen. Ze waren zeker, hadden ze ons gevraagd om een doel te stellen. Om te zeggen, van, joh, wat zijn de activiteiten die jullie daar willen gaan houden? Nou, we hadden voor ogen om daar eigenlijk een multifunctionele vereniging van te gaan maken. Vroeger had je, laat ik zeggen, al 7 verenigingen daar liggen.
En ik ken geloof... je ze allemaal nog, of niet? Nou, ik ken er wel een heleboel, maar ja. Het gaat er even om te zeggen van... joh, het voetbal is allemaal wat minder geworden, maar het is heerlijk als je met je ouders... ik heb zelf een paar dochters die willen gaan korfballen of gaan handballen of een vereniging. Tot ze niet... ik heb nu een paar kleine kinderen en de ene keer zit ik bij HBS, de andere keer zit ik bij Velo. Dan rij ik 's morgens, als dat eigenlijk bij één vereniging kan, is dat... en dan voetballen ze niet twee toevallig, maar als dan de meisjes kunnen gaan zwemmen of... dus we gaan kijken of we daar een multifunctionele vereniging van kunnen maken. Goed, wat voor idee heb je daarbij? Multifunctionele vereniging is voor mij helder. Dan zeg je nu van, het is, voetbal is misschien wel de hoofdmotor, best belangrijk, maar er is ook ruimte voor andere takken van sport. Ja, nou, de opzet is juist om te kijken. Wij zijn met Reflex nu aan het praten. De korfbalvereniging. We hadden een softbal en een handbalvereniging, maar die hebben momenteel even afgehaakt. Maar wij staan ook nog open voor verenigingen die of nog geen plaats hebben of ergens uit de jasje gegroeid zijn. En die misschien wel bij ons terecht kunnen. Heb je het dan over andere takken van sport of eventueel ook voetbal? Nee, ook voetbal. Maar we zitten zeker te kijken ook naar wat andere takken van sport. Om daar juist een multifunctionele vereniging van te maken. En in de toekomst eigenlijk één vereniging op het hele complex. Ja. Multifunctionele vereniging, dat kan ik me ook voorstellen. Dat zijn ook verenigingen. Jullie hebben best een hele aardige accommodatie daar. Die wordt trouwens knap gerenoveerd, om het zo te zeggen. Een damclub of een schaakvereniging, die zoeken ook nog wel eens ruimte. Ik wil zeggen, ook daar hebben we mogelijkheden voor. Om juist ook eens de kaartvereniging, het maakt eigenlijk niet uit in de breedste zin van het woord. Kaartvereniging zou jij wel leuk vinden, denk ik. Dat is, ik heb nog eens wat uurtjes over, dus wie weet. Ja, dat vind je wel prettig. Jawel. Ja. Goed. Aad, op een gegeven moment word jij nu gevraagd als ambassadeur. Nou, je hebt zelf al aangegeven, prachtige tijden meegemaakt daar op het sportpark als voetballer toen met Karel Jansen. Ja, die haalde elke prof of een oud prof daar naartoe, want daar hebben we er heel wat gespeeld. Ja, dat was natuurlijk vrij makkelijk, want je had toen nog een transferlijst. Ja. Dus ik kon niet tot de overeenstemming komen met Aad over een contract. Dus dan... heb ik mezelf op de Laan van Meerdervoort aangemeld bij Karel dat ik op de transferlijst wilde. Het mooie verhaal is natuurlijk dat Karel heel slim was, want ik hoorde later dat er wel belangstelling voor me was van Dos en Beerschot, maar dat zei hij natuurlijk niet. En dan kwam hij dus bij RVC terecht. Nou, ik moet zeggen, RVC was een geweldige tijd natuurlijk. En door de successen met de RVC ben ik ook dankzij RVC onder andere ben ik bij Ajax terechtgekomen. Dus dat mag je nooit vergeten. Ik heb ook jeugdtoernooien daar gezien met de allergrootste. Later met Ajax heb ik daar met de jeugd gespeeld, met Van Basten. Van Basten kan me nog herinneren, het toernooi. Ja. We hadden natuurlijk een schitterende lichtinstallatie. We speelden ook avondwedstrijden tegen grote clubs. Dus dat was iets geweldigs. Maar nu, ik praat liever over wat we morgen gaan doen. En dat vind ik heel interessant, want ik kan goed luisteren. Ik heb geluisterd naar de vergaderingen en de gemeente mag dat rustig weten. En dat moeten ze ook weten. We hebben heel veel tijd aan vergaderingen al besteed. Over Wateringseveld, hoe kunnen we die mensen binnenkrijgen? Nu moeten ze omrijden en bruggetjes. Dat zijn maar hele kleine dingen. Het is maar een ondernemer als Hans Lammertink. Die heeft een hele scherpe idee over. Die is heel kort en zakelijk en daar hou ik van. En ook om de ouderen van dagen. En mensen die geen Fox Sport of Sico kunnen betalen. Dat zie ik bij PSV wat daar zich afspeelt. Die mensen worden daar ontvangen in het stadion. Die kunnen daar tv gaan kijken. Je moet die mensen proberen te begeleiden en te helpen. En het is niet alleen de jeugd, maar de hele agglomeratie Rijswijk die gaat ervan profiteren. Want ga er maar langs rijden met je auto morgen. Ik zou de mensen willen aanraden. Je ziet die sporthal liggen. Je hebt een fantastische parkeergelegenheid. Ja, dat vonden wij ook altijd makkelijk. Hè? Ja. Je kon je auto overal kwijt als je ging parkeren. Ja. Of het nou druk was of niet druk was. Dat was altijd lekker. En ik denk dat de Rijswijk ook een beetje de fout zelf moet herstellen. Die ze toch een beetje gemaakt hebben om te snel afscheid te nemen. Zonder er goed over na te denken. Maar de nieuwe bestuurders, de dame is er niet meer. Ik heb haar goed geïnformeerd. Die zal ook wel begrijpen dat het nu echt serieus werk gaat worden. Dat we de gemeente willen helpen. Het is echt de gemeente ook willen helpen. En de gemeente zal de stichting ook gaan helpen. Daar ben ik van overtuigd. Bij een van de besprekingen in de eerste fase, daar was je ook bij aanwezig. Zeker. Daar heb je ook al de nodige ideeën gelanceerd. Ideeën die je ook zelf gezien heb, ja, je rijke loopbaan als trainer bij allerlei verschillende verenigingen. Je haalde net al even aan dat tv kijken bij ouderen. Nou ja, goed, dat refereert ook weer een beetje aan het idee van het buurthuis van de toekomst.
Ja, nou, je ziet ook de meisjesvoetbal, damesvoetbal. Die zitten altijd een beetje aan overschot. Die komen dus in accommodaties terecht. Dat ze het moeten delen met anderen. Daar kan je ook een gebied neerleggen. Die kunnen daar direct terecht. En ook andere evenementen kun je dus, ik denk aan een bepaald concert wat je daar eventueel zou kunnen geven. Je hebt daar ruimte, je parkeergelegenheid. Dat doen we allemaal niet altijd groter zijn. Dus er zijn verschillende mogelijkheden die je daar kunt doen. En wat denk je van G-voetbal? Ja. Dat zijn dus dankbare dingen. Ja, maatschappelijk ook belangrijk. Zeker. Ja. En ik hoor Aad net zeggen over de 30 juni. Nou, neem maar aan dat ik er ben op 30 juni. Ja. Als je mensen wil aanwerven, dan moet je dat goed doen. En dan moet je dat en een goede samenwerking en communiceren met elkaar. En zoeken naar partners. Het is heel fijn voor ons ook dat Ado Den Haag heel goed gaat. Ado Den Haag moet zich er ook een beetje proberen te integreren. Niet zien als een concurrent. Je bent op dat moment geen concurrent. Je bent samen goed bezig op dit moment. En ik denk dat we met Ado Den Haag en met de jeugd van Ado kunnen we ook dingen samen gaan doen. Al is het maar met oefenwedstrijden of met een internationaal toernooi. Wat niet meer bestaat bij Ado. Misschien kunnen we dat samen weer op poten gaan zetten. Dat we een gedeelte in de aftrap gaan doen en een gedeelte op Prinses Irene. Dan kan je misschien weer een groot toernooi gaan organiseren samen. En dat zou voor de stad Rijswijk en voor de stad Den Haag heel goed zijn. Ik kan me dat voorstellen, Aad. Aad heeft al aangegeven, G-voetbal, vrouwenvoetbal. Ja, dat is iets waar je ook helemaal klaar voor staat, zeg maar. Ja, absoluut. Zeker. Meisjesvoetbal. Ja, meisjesvoetbal, damesvoetbal. Als je kijkt naar het G-voetbal. Er zijn bepaalde doelgroepen die eigenlijk iets te goed zijn voor het G-voetbal, maar net niet met het reguliere voetbal mee kunnen. Dat is een hele grote doelgroep. Dat zijn bijvoorbeeld autistische jongeren met een gedragsstoornis. Daar zou ik heel graag mee aan de slag gaan. Het is ook mijn vakgebied. Daar hebben we al gesprekken over. We hebben ook een commissie voor samengesteld die daar werk van gaat maken. In de regio is dat niet te vinden en dat vind ik erg jammer, want het is wel een hele grote doelgroep die ook heel graag voetbalt of misschien een andere sport gaat doen. En ook willen we graag aan de slag met meisjesvoetbal, damesvoetbal. Celeritas heeft daar in het verleden een grote reputatie. Sarina Wiegman, bij Nido bekend, ja. Die komt er vandaan. Ja. Dus ook dat willen we leven gaan inblazen. En natuurlijk willen we ook gewoon het reguliere voetbal. Met de jeugd willen we keihard aan de slag. Om daar, je hoeft het niet alleen te doen, want het aardige is dat je natuurlijk al een stukje steun krijgt uiteraard van de voetbalvereniging die komt studeren. Maar ook nogal wat oud-RVC-mensen, ja, die worden weer actief. Absoluut. Hele enthousiaste groep. We zijn in december, januari zijn we in gesprek met elkaar gegaan. Het begon met een appje sturen, heb je interesse? En binnen een week zaten we rond de tafel om allemaal mooie plannen en ideeën te gaan doen. Ja. En ja, geweldig om met elkaar te kunnen werken. Nou, ik hoorde Aad net de namen noemen van Hartnak en Mangelmans. Ja. Het zijn dezelfde namen, maar dan de jongere categorie, althans jongere categorie, maar die ook weer nu klaarstaan. Ja, absoluut. Richard en Ron Mangelmans. Ja, ja, geweldig enthousiast, heel goed bezig. En ja, die zien ook zo graag weer het voetbal terugkeren op het sportpark Prinses Irene. Hans, op een gegeven moment word je dan ook de eigenaar van die opstallen. Dat is allemaal van elkaar, allemaal rond. Dat is dan één. Ja, dan gaat het eigenlijk gebeuren. Ja. Want dan moet er iets van de grond gaan komen. Ja, dat is zo. Heel veel vergaderwerk allereerst, denk ik. Veel vergaderwerk. En het is natuurlijk, als je een club met hele enthousiaste mensen om je heen hebt, dan word je zelf nog enthousiaster. En dat is dan ook heel prettig werken. Ik heb me eigenlijk een beetje met het bouwgebied bezig gehouden. Maar het is, daarnaast kwam er toch eigenlijk iets meer kijken als ik gedacht had. En, maar inmiddels zijn bijna de commissies samengesteld. Dan hoop ik in ieder geval mijn handen wat meer vrij te krijgen om dan echt daar mijn ontspanning te gaan krijgen die ik dan ook graag wil hebben. Dus geen zorgen. Maar goed, de eerste clubs zijn, of takken van sport zijn er bekend. De eerste die met jullie waar je mee in gesprek kwam, was Celeritas. Die was zoekende. Ja, dat klopt. En dat ging erg voorspoedig. Dat ging heel voorspoedig. Ze zaten op een locatie, daar hadden ze het eigenlijk niet zo naar de zin. Daar konden ze de draai niet helemaal vinden. En kwam met Hans Bouters in gesprek. En dat viel eigenlijk wel goed. Ze
hadden een, laat ik zeggen, niet, geen sterke selectie. Maar ik heb altijd... Daar wordt aan gewerkt. Hè? Afgelopen weekend hebben ze met 25-1 verloren. Die moeten we gauw over vergeten. Dat, het is namelijk zo, ja, ik ben meer een man gezegd, joh, laten we nou eerst naar sportief hoogpunt kijken. Ja. En dan gaan we later nog eens kijken naar de prestatie. Ja. Maar we hopen met dadelijk wat nieuwe aanwas van wat delen ook de selectie wat te kunnen versterken. Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is dat ook met name op dat sportpark dat stukje sfeer terug gaat komen. Want de kantine zijn jullie volop mee aan de slag om dat weer een stukje sfeer en gezelligheid te geven. Er ligt een prachtig terras, ligt ervoor waar, wat Ado zei, ook de wijk. Ik kan daar misschien dadelijk als het mooi weer is ook nog eens een keer langs wandelen. Nou, dat is eigenlijk, ik kan wel zeggen het tweede doel, maar een buurthuis van de toekomst, daar heb ik in het Haagse nog wel behoorlijk wat mee te maken gehad. En het zal een prachtig mooi iets zijn als je voor de buurt, voor de wijk, daar iets zou kunnen betekenen. Ouderen die nu alleenstaand zijn of misschien wel tussen de middag eten, maar allerlei activiteiten, een kaartclubje of dat soort. Iedereen moet dadelijk binnen kunnen waaien om te zeggen van hé, ik heb niks te doen, laat ik eens gaan kijken. Dan is er op het sportpark nog wel wat te beleven. Dus de doelstelling is dat het eigenlijk gewoon ook overdag bereikbaar is en open is? Ja, ja, we zijn met de gemeente daar nu over aan het praten. De gemeente staat er ook wel open voor om te gaan kijken met hoe kunnen we voor de buurt zoveel mogelijk gaan betekenen. Ik ga, maar er komt ook een commissie dadelijk voor, maar met de buurtcommissies praten om te gaan kijken met waar kunnen we jullie het beste van voorzien. Maar goed, dan praat je over overdag open zijn, daar moet je wel mensen voor hebben. Ja, nou ook daar hebben we zeker aan gedacht. We hebben gelukkig een oud lid van RVC, laat me maar even zeggen, die voorheen vroeger ook de kantine draaide, maar die heeft een cateringbedrijf en die gaat het helemaal op zich nemen, het hele cateren gebeuren. Dus wat dat daar gaat is het voor de mensen, voor de vereniging, die altijd zitten te smeken om of de mensen achter de bar komen te staan. Dat hebben we gelukkig, dat hebben we gelukkig opgelost. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar goed, je hebt een prachtige accommodatie. Ook zelfs daarboven zijn er allerlei verschillende zalen. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat er nu bedrijven zijn die zeggen, nou, mijn vergadering ga ik lekker daar doen en dan kan ik de afloop nog even op het terras zitten. Ja, maar ik moet even zeggen, wij gaan het absoluut niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Nee. Het is echt een gebeuren waarvan we ook met de gemeente hebben afgesproken tot het alleen maar op een sociaal plan moet zijn, ja. Het buurthuis voor de toekomst. Dus wat dat er gaat, moeten we dan die bedrijven teleurstellen om te zeggen van, ja. Misschien een toernooitje aan het eind van het jaar. Dat ze ik wou zeggen, daar staan we zeker voor open om wat bedrijven toernooien te houden. Maar op elk gebied, dus laat dat even, het moet eigenlijk niet alleen het doel zijn van het voetbal, maar we proberen dat heel breedschalig te doen. En we willen proberen om rond, ik zeg maar eventjes, een week voor 25 augustus, dat zou dan zijn 18 augustus. Ja, medio augustus. Om medio augustus een open dag te houden voor iedereen die wil komen kijken. Juist. Zeker. Dat is het wel heerlijk als dan dat sportpark, wat er alweer zoveel jaren ligt, vroeger triomfen werden gevierd, waar veel publiek altijd de weg wist te vinden, dat weer een sport. Sportcomplex wordt waar iedereen graag komt. Misschien in een heel andere vorm dan vroeger, want toen kwamen ze alleen voor het voetballen, voor RVC. Maar nu, wat Hans al zegt, multifunctioneel. Daar vraagt de maatschappij natuurlijk ook om. Ja. Er is steeds meer veel vrije tijd. Die vrije tijd moet natuurlijk ingevuld worden door de mensen. Tegenwoordig is het, op donderdag heb ik zo het idee, dat zie ik ook in Eindhoven, dat het dan het weekend al gaat beginnen. En je moet die mensen ook de gelegenheid vinden. En ik moet ook zeggen, de eerste keer dat je dit doet, moet het ook de boem bovenop zitten. En ik weet zeker dat zij dat al bedacht hebben om dat te doen. En ik denk dat het in het weekend zeker vol gaat lopen. En dat mensen toch ook de keuzes kunnen gaan maken. En dat ze de juiste keuzes kunnen maken om hetgeen wat je ook aanreikt. En dat zal er zeker zijn. En ik ben ervan overtuigd dat dit park is eigenlijk geschikt, niet alleen voor zoals het vroeger was, maar voor verschillende takken van sport. Er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Dat willen de mensen ook. Als je tegenwoordig mijn kleinkinderen ziet, ja,
ik hoop dat het een voetballer wordt, maar er zijn zoveel aanbiedingen voor andere sporten waar ze ook mee worden geconfronteerd. Hè, maar de kunst is nu, hè, daar hebben we het ook nu thuis al een paar keer over, we hebben geen zin om van A, wat hij net zei, van AWS naar ADO te rijden, naar de aftrap, dan ben je 2 dagen onderweg met je stoplichten. Nu moet je het vernuft hebben, en dat ligt natuurlijk voor het oprapen in dat sportpark, hè, dat het allemaal bij elkaar ligt nu. En dat is voor de moderne ouders, is dat super ideaal. Die doen niks liever dan de kinderen afgeven en ze gaan sporten en ze gaan zelf op het terras zitten, wat door Hans Lammertink en co. Gemaakt wordt. Dus dat moet een voltreffer worden. Maar goed, dat hele maatschappelijke gebeuren, is natuurlijk, dat zie je zelfs ook bij BVO's, wat vroeger bij een BVO helemaal niet aan de orde kwam. Elke BVO moet dit seizoen, of al jaren, allerlei maatschappelijke activiteiten ontplooien, waar ook spelers bij gebruikt worden. Het staat tegenwoordig ook bij spelers in contracten. Hoe belangrijk dus met name het multifunctioneel is en ook het meewerken aan maatschappelijke... Ja, deze doelen. Maatschappij is kennis delen. Ja. Wat let mij om tegen de KNVB te zeggen, jongens, ik geef een cursus aan de Haagse trainers. Wie wil er komen? Ik weet dat ze er allemaal op afkomen. Dat is voor de jeugdtrainers interessant. Je kan het ze uitleggen, we kunnen het ze voordoen. We hebben de kennis, we hebben grote Haagse spelers. Rijswijk was sportstad nummer 1, vergeet dat ook niet. Dat kan allemaal weer terugkomen, maar dan moet je wel aan de slag gaan. Dan moet je energie hebben en dan moet je aan de bak met elkaar. En dan, ik denk dat we zitten hier met z'n drieën, wij zitten vol energie. En niet alleen in de sport, maar ook buiten de sport. We vliegen overal naartoe, we kijken goed en... We zijn jongens van de straat en dat leer je ons nooit meer af natuurlijk. Jij hebt als ambassadeur er volop zin in om dit allemaal te ondersteunen. Ja, anders kom ik niet elke keer vanuit Eindhoven. Hier met mijn vrienden naar Sir Winston Churchill. Dat is een mooie combinatie. Ik kan mooi kijken naar op 100 meter of 500 meter bij ADO. En op zo'n doordeweekse dag, als op de maandag, afstanden bestaan er niet. Als het vanuit binnen de passie komt. Dan maakt dat niks uit, Tom. Helemaal goed. Ad, nog even afsluiten bij jou. We hebben de naam van RVC Seleritas al genoemd. Maar inmiddels is ook al bekend dat er wat andere zaken aan het ontplooien zijn om daar te ontvangen op het sportpark. Een voetbalschool. Een damesvoetbalschool. Van Piet Geloof. Ja, de Nieuwe Burgt. We zijn in gesprek over walking voetbal. Dat is ook een hot item. Ook daarmee trek je de wat oudere mannen voornamelijk naar het sportcomplex. En ja, die gaan daar toch met elkaar zitten, drinken een bakje koffie. Maar dat zijn ook tevens weer je vrijwilligers. Hè, want die vinden dat dan weer leuk wat voor je vereniging te doen. Dus ja, het is weer een nieuwe vorm ook van bewegen. Hè? Want onlangs was het ook een van de Europese kampioenschap. Sjaak Zwart deed mee, die was nog steeds fanatiek. Niks voor jou trouwens, had dat walking voetbal. Christophe zei hij toch? Ja, dat is schuizend, in de finale. Ja. Ik had Filipje gezien. Ja. Nee, ik ben nog wel aardig in beweging. Ik wil nog wel het balletje laten lopen. En ik denk nog dat er genoeg Haagse voetballers zijn. Ik zie René Pas hier zitten, Lex Schoenmaker. Er zijn dan wel jongens die een balletje kunnen laten lopen hoor. Ja, maar dat zeker wel. Maak je geen zorgen. Dat verliezen ze niet. Nee, kijk maar op Instagram, mijn balletje hoog houden. Ja. Hans, hoe verloopt het allemaal tot nu toe? Ik bedoel, jullie zijn volop bezig met de verbouwing. Je kunt al het een en ander zien, die scorebord staat er alweer. Dus je hebt het al gezegd, de opening is ergens in augustus. Maar op dit moment zijn de contouren al goed zichtbaar, denk ik. Ja. Nou, we gaan vrijdag al beginnen met een groot toernooi. En dat is een sportdag eigenlijk van het ministerie. En daar verwachten we zo'n 800 tot 1000 man. Maar dat betekent dat het complex ook zo goed als klaar is. Dus er zat nog wel wat narooiwerk, maar gelukkig de grootste fase achter de rug. Ja. En, dat is een mooi begin, hè? Wat Aad zei, dan is het wel zo ideaal dat je ook weer zo'n lekker parkeerterrein hebt voor de deur. Ja, geweldig. Nou, maar dat is ook de opzet om nu te gaan kijken, wat voor verenigingen kunnen we nog binnenhalen. Wie hebben nog interesse om, lijkt het zo stellen, op het sportjaar nog wat te betekenen. Nou, dat is natuurlijk belangrijk. Nou goed, en als jullie weten te vinden, mogen ze ook Haagland voetbal benaderen. Want wij spelen ze wel naar jullie door met het adres. Als er clubs zijn die geïnteresseerd zijn om in ieder geval als vrijblijvend op tafel te zitten. Zeer zeker. Goed. Ja. Heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Nou, ik hoop dat het sportpark inderdaad weer die allure gaat krijgen die het in het verleden heeft gehad. Niet alleen met voetbal, maar allerlei andere takken van sport.
Ik wens u er ongelooflijk veel succes bij. Als jij met het opzetten van de jeugd, dat is je wel toevertrouwd. Ja, en Aad, jij als ambassadeur, hè, zorg dat je overal inderdaad aanwezig bent om het sportpark op de juiste manier uit te dragen. Dus alleen je toevertrouwd. Je kan heel adres aan mijn telefoon. Helemaal goed. Prima. Thuis bedankt voor het kijken. Dit was Haaglanden Voetbal aan tafel. Graag tot de volgende keer. En heel bedankt.